Anderhalf jaar moet u rekenen, dan is de zaak wel rond. Een EOT is niet zo tijdrovend. Een EOT? Echtscheiding met onderlinge toestemming. Maar ik zie dat meneer in Parijs woont. Dat kan de zaak ingewikkelder maken. Ik sta nog altijd in België ingeschreven. Bij mijn broer. En de inboedel? Is die al verdeeld? Ja. De winkel ook? Ja, die staat op mijn naam. Mijn vader wou dat zo. Die heeft toen de tijd het geld voorgeschoten. En mijn man, ik bedoel, ex-man, is er nooit bij betrokken geweest. Prima. Dan moet u de verdeling gewoon even op papier zetten. Want ik heb van u allebei een inventaris nodig. De woonkamer voor hem, de slaapkamer voor mij. Hij het witte servies, ik het expo-servies. De televisie voor Victor en de stereo-installatie voor mij. Victor het fornuis, ik de koelkast. Victor een kind, ik een kind. Moet u een voorschot betalen? Cash? Ja, uit de winkel. Vergeet u de inventarissen niet. Wacht u er niet te lang mee. We vergeten de inventarissen niet. Je bent altijd welkom bij ons in Parijs. Joël heeft me speciaal gevraagd je dat te zeggen. Oh ja? Waarom wil je Joël niet leren kennen? Omdat ik haar niet wil leren kennen. Ik vermoed dat mijn boeken, dat die... Ik vind die eigenlijk veel pessimistischer dan ik zelf ben in het dagelijkse leven. Maar ik denk dat ik in wat ik schrijf en met wat ik schrijf probeer een soort van angstbeeld te bezweren. Dat bijvoorbeeld die extreme non-communicatie, ja, iets is wat ik als een mogelijkheid zie. En dat ik dat wil, die mogelijkheid wil bezweren door het in een boek te laten gebeuren. Het is net alsof door het in het boek te laten gebeuren, zal het niet in het echte leven gebeuren. Of misschien ben ik ook die Hannah Pratt, die rare vrouw. Of ben ik ook die Petra en die Victor. Ben ik in zekere zin al die personages, maar dat zijn mogelijkheden in mij. Dank u wel. Kassa? Ja. Ken je me zo? Nee. Een van de beelden waar ik van vertrokken ben, is het beeld waar die twee werelden, de georganiseerde, gestructureerde, erkende wereld, officiële wereld, en dan dus de andere wereld, de subversieve wereld, waar die zo echt rakelings naast elkaar bestaan en eigenlijk elkaar negeren. En dat heb je in een tunnel, een voetgangerstunnel in Brussel tussen het Centraal Station en het metrostation. En op het spitsuur is het erg druk daar. Ik zie heel veel forensen die zich echt heel gehaast door die tunnel begeven naar het station.
En dat zijn keurig geklede mensen met een aktentas, mensen met een doel, met een bestemming. En aan de kant, aan de zijkant, heb je dan een heleboel bedelaars of zwervers. En dat vind ik zo merkwaardig als je daar even buiten de stroom stapt. En je kijkt op, dan zie je dus hoe dat die twee werelden rakelings naast elkaar voortbewegen en elkaar negeren. En ik denk dan altijd dat dus die gehaaste forenzen de bedelaars niet willen zien, omdat het heel moeilijk is. Waar plaats je die in je wereld, in je beeld van de wereld? Dat is heel moeilijk. En ik denk dat de zwervers, vermoed ik, een soort van minachting waarschijnlijk hebben voor die burgermens. Maar zo'n dingen fascineren mij. Wie was die rare vrouw, papa, met dat rode haar? Iemand die ik een paar keer in de stad heb ontmoet. Kent mama er ook? Nee, mama kent haar niet. Waarom ziet ze er zo vreemd uit? Vind je dat ze er vreemd uitziet? Ja, dat vind ik. Nou, misschien vindt ze zichzelf mooi zo. Vind jij haar niet mooi zo? Nee, waarom is haar trui gescheurd? Misschien heeft ze geen geld voor een nieuwe trui. Sommige mensen hebben geen geld om trui te kopen. Waarom geef jij haar geen trui? Of mama kan een trui geven die ze niet verkocht krijgt? Ja, misschien wil ze helemaal geen nieuwe trui. Of wil ze geen cadeautjes van mensen zoals wij. Wat voor mensen zijn wij dan? Mensen die in een huis wonen. Met een dak en een badkamer en een keuken en warm en koud water. In wat voor huis woont zij dan? Dat weet ik niet. Of nog niet. Als je weet waar ze woont, mag ik dan eens mee? Misschien wil ze dat niet. Zodra je hebt ontdekt waar ze woont, neem je me gewoon mee. Misschien vindt mama dat niet leuk. Mama hoeft toch niet te weten? En Simon? Die hoeft ook niet te weten. Je kan in zekere zin zeggen dat mijn boeken realistisch zijn. Maar dat is een ontzettend problematisch begrip, realistisch. Hè? Je gaat nooit... Als je realistisch begrijpt als gewoon een weergave van de werkelijkheid, dan denk ik dat het niet nodig is om dat boek te maken of die film te maken, want dan moet je gewoon de mensen de werkelijkheid insturen. Ga maar voor jezelf kijken. Dus een boek gaat altijd, en een film ook, enorm arrangeren, dingen naast elkaar plaatsen, gaan uitvergroten, accenten leggen. Dus daar is een enorme manipulatie. Trek het aan, het is voor jou. Ga eens in die stoel zitten. Ik wil naar je kijken. Alleen maar kijken. Ik heb gedroomd. Ik droomde dat ik in een pretpark was. Er was een rivier. Die rivier werd gezeild, geroeid. Plotseling was er paniek. Mensen begonnen door elkaar te roepen. Iedereen ging naar de kant. De hele rivier werd leeggepompt. Al het water werd uit de rivier gezogen. Eerst zag ik alleen maar slijk en ik vroeg me af waarom die rivier in hemelsnaam moest worden leeggepompt. Maar toen zag ik de baby op de rivierbodem. Hij lag op zijn buik, met zijn gezicht in het slijk. Ik stond aan de kant en ik kon me niet bewegen. Het was mijn kind. Ons kind. Ons kind lag met zijn gezicht in het slijk. Er zat slijk in zijn mond, in zijn neus. Hij kon niet ademen. Hij ademde niet. Werd de baby gered? Niet in mijn droom. Ons kind werd niet gered. Voor mij bestaat het schrijven erin dat ik mij 300% concentreer op de personages en op wat met hen gebeurt, op hun levens. En ik moet
gewoon door mij op hen te concentreren, door mij met hen bezig te houden, proberen te achterhalen wat het is dat hen overkomt. Wat het is dat hen drijft tot hetgene dat ze doen. En het is eigenlijk net alsof die personages al bestaan en die roman bestaat er al, maar die hebben mij nodig om op papier terecht te komen. Ik ben een soort van het hele grote cliché. Ik ben ergens het medium dat zich daartoe moet lenen. En voor mij weer is dat het absoluut toch wel ook slopende, hoe prettig het ook is om te schrijven, ik zou het iedereen sterk aanbevelen, is het ergens ook enorm slopend. Ik voel mij soms, al ben ik nog niet zo oud, 41, voel ik mij soms echt versleten, omdat ik het gevoel heb dat al die personages als parasieten op mij geteerd hebben. Ik heb dus bijvoorbeeld in Zonder Grenzen zowel aan Hanna Prat een lijf en een bestaan moeten geven, als aan die Victor, als aan Petra. Dus als Petra, ik hou heel veel van Petra ook in dit boek, als zij besluit van ik ga me helemaal laten gaan, ik ga zuipen, ik doe niet meer mee, dan moet ik als het ware dat ook beleven. Zie je? Als Anna Prat zo destructief is, dan loop ik ook een tijd heel destructief rond. Anna Prat, Brussel, België. Ik hou van Hanna Prat. Maar het is totaal ondenkbaar. Het moet nu afgelopen zijn. Ik heb 2 bloemen van kinderen. Ik heb een prachtvrouw. Vrienden en vriendinnen. Ik ben een gelukkig man. Ik heb dus toch wel ondervonden dat eigenlijk je nooit kan scheiden. Je kan dus wel op formele manier scheiden en je kan ook bepaalde handelingen stellen waardoor je niet meer samenwoont, et cetera. Maar je verleden kan je niet uitwissen. Dat gemeenschappelijke verleden is er en dat draag je met je mee. Waarom zitten we in de Indianentent, papa? Omdat ik jullie iets wil vertellen. En dan is het ook spannend, hè, in de Indianentent. Mm-hmm. Vertel dan. Ja, het is een verhaal over een man en een vrouw. Ze kregen 2 kleine baby's, maar ze waren zelf toen ook heel jong. Ja, en? Nou, daarom vonden ze alles zo moeilijk. In plaats van dichter bij elkaar te groeien, zoals dat gebeurt bij mensen die samen kinderen hebben, groeiden ze van elkaar weg. Bedoel je dat ze elkaar niet meer aardig vonden? Nou ja, nee niet zozeer, maar ze hadden het zo druk. Ze zagen elkaar haast niet meer. De vrouw begon een eigen zaak en moest de hele dagen van huis. En de man zorgde voor het eten en de kinderen. Maar hij voelde zich toch alleen en leerde andere vrouwen kennen. En vond hij die andere vrouwen aardiger? Nou, in ieder geval besloten de man en de vrouw samen elk hun eigen leven te leiden. Wat is dat? Elk hun eigen leven leiden? Kijk, het gaat om monogamie. Het huwelijk is een monogaam verbond. En omdat papa niet monogaam is geweest, zou mama het hem heel moeilijk kunnen maken. Maar mama en papa scheiden met onderlinge toestemming. En dat is heel aardig van mama. Alles moet verdeeld worden. Ook jullie. Jullie doen maar. Emilia en ik blijven gewoon hier wonen. Wij hebben ook onze rechten. Ja, natuurlijk hebben jullie rechten. En wij blijven hier wonen. Trek een ijsje. Ik
denk dat in elk handboek over liefde zal worden gezegd dat je inderdaad je onafhankelijkheid moet bewaren. Hè? Dat het gevaarlijk is om je al te afhankelijk op te stellen. Maar liefde is niet een rationeel gegeven. Hm? Dus uiteraard, als ik iemand zoals Petra zou ontmoeten in het echte leven, dan zou ik zeggen, mens, hè? Stel je eens wat onafhankelijker op. Hou op met te zeuren over die man, die is weg. He, aanvaard het nou maar eens en ga gewoon een andere man zoeken of een andere vrouw of niemand, maar hou op met treuren. Dat weten we allemaal, dat dat de theorie is. Maar in de praktijk kennen we helaas, denk ik, kennen heel wat mensen de ervaring van bij de telefoon zitten en wachten tot hij of zij belt in het... gespannen en angstig zijn en de onmacht om te breken en het verschrikkelijk gevoel van afwijzing als het wordt uitgemaakt. Ik vond dat heel prettig en verfrissend om Petra alles te laten doen wat volgens de boekjes je niet moet doen. Omdat ik denk, waarom moeten wij altijd handelen zoals de boekjes zeggen dat we moeten handelen? Als je zegt van, sorry, ik heb verdriet, laat mij maar verdriet hebben. Iedereen zal rond je staan roepen van, nou, het heeft lang genoeg geduurd en je moet flink zijn en neem opnieuw de draad van je leven op. Petra zegt, ik heb daar helemaal geen zin in. Victor, ik ben het. Raad eens waar ik ben. In Granada. Ben jij er wel eens geweest? Nee, dat ben ik nooit geweest. Dan ben jij toch een huismus, hè? Reist Joella niet graag? Nou, die is nog wat. Oh, is ze wakker geworden? Ja. Waarom slapen jullie niet in aparte kamers? Oh ja. Waarom zouden jullie ook, hè? Ja, ik weet dat het 3 uur 's nachts is. Maar als ik nooit wat van me laat horen, dan word je ongerust. Victor, ik wil zo graag iemand zijn die genoeg heeft aan zichzelf. Iemand die vol is. Voel jij je vol of voel jij je leeg, Victor? Nee, luister. Een vol mens is iemand die andere mensen niet nodig heeft. En een leeg mens parasiteert op andere mensen en zuigt ze leeg in een wanhopige poging zichzelf te vullen. En als ik echt vol was, dan zou ik jou niet bellen. In ieder geval niet 's nachts. Maar ik heb ook helemaal niet het gevoel dat ik je bel. Mijn hand grijpt naar de hoorn. Mijn voeten stappen naar het toestel. Mijn vingers toetsen de nummers. Ik ben het niet die belt. Ja. Ja, ik drink en dan bel ik je. Ja. Drink jij nooit? Ja, minder dan ik, ja. Maar begrijp je wat ik bedoel, Victor? Je zegt dat je begrijpt wat ik bedoel. Hoezo? Hoezo zijn we familie? Familie? Misschien hadden we nooit kinderen mogen krijgen. Misschien zijn we er hem wel uit elkaar gegaan. Oh, jij denkt van niet. Ik weet niet meer wat ik nog wil zeggen. Victor, ben je er nog? Oh. Nee, geeft niet. Slaap zacht, Victor. Beloof me dat jij niets meer drinkt vannacht.